kantoren stapsgewijs naar energielabel C, B of A. Bent u klaar voor de toekomst? Heel relevant op dit moment is de aankondiging dat er in 2023 een energielabel C verplicht voor kantoren komt. Voor wie geldt die verplichting? Zijn er subsidies voor energie-neutraal verbouwen en welke oplossingen zijn er zoal? Voor wie geldt de labelplicht? De verplichting voor energielabel C geldt vanaf 2023 voor alle kantoren groter dan 100 vierkante meter. De nieuwe wet geldt ook voor kantoren met een loods, magazijn of productieruimte waarvan 50% van het bruto vloeroppervlak uit kantoorruimte bestaat. Op dit moment voldoen al ongeveer 17.000 kantoren aan de eisen. Maar dat betekent ook dat er nog zo'n 29,7 miljoen vierkante meter moet worden verduurzaamd. Over op label C in 4 stappen. Een energielabeladviseur controleert het gebouw op de cruciale kenmerken en stelt vervolgens een energieprestatieadvies op. Het is belangrijk de mogelijkheden goed te onderzoeken. Verken hierbij ook de geldende subsidies. Vervolgens moeten de werkzaamheden die door de adviseur zijn aangegeven worden uitgevoerd. Is dat gebeurd, dan moet er een nieuw energielabel door een gecertificeerde energielabeladviseur worden opgesteld. Vooruitgang is al te boeken met relatief kleine ingrepen bij veel panden met energielabel D, E of F. Vanuit onze kennis en ervaring hebben we enkele trajecten op weg naar een beter label op een rijtje gezet. Door slim te vervangen is energielabel C heel haalbaar. In gebouwen met een sterk verouderde cv-installatie helpt het vervangen van een oude cv-ketel door een moderne HR-cv-ketel. De nieuwe generatie Remea-ketels hebben een lage NOx-uitstoot, waardoor je als vastgoedeigenaar in aanmerking komt voor diverse subsidieregelingen. Daarnaast levert een nieuwe ketel in combinatie met bijvoorbeeld betere isolatie en HR++ glas meer comfort en lagere maandlasten op. Een uitgebreide verbetering kan leiden tot energielabel B. Met het upgraden van de cv-installatie naar een hybride uitvoering is ook veel winst te boeken. Bij een hybride oplossing wordt een cv-ketel aangevuld met zonnewarmte of een warmtepomp. Afhankelijk van de specifieke situatie is een hoger rendement te halen. Bij de keuze voor een absorptiewarmtepomp zijn er geen grote aanpassingen aan de stroomvoorziening nodig, is slechts een minimale verbouwing noodzakelijk en is er altijd meer comfort. Verduurzamen naar label A vereist een volledige upgrade. De kans is reëel dat vanaf 2030 energielabel A verplicht is. Je kunt daar nu al op anticiperen met een elektrische warmtepomp voor de verwarming van het pand. Er kan daarbij gebruik worden gemaakt van bodemwarmte of grondwater of van omgevingslucht. Bijkomend pluspunt, beide warmtepomptypen kunnen aangenaam koelen in de zomer. Er moet mogelijk wel geïnvesteerd worden in lage temperatuurverwarming, vloerverwarming, isolatie en luchtbehandeling met warmteterugwinning. Zo wordt het pand energie-neutraal en is het helemaal klaar voor de toekomst. Alle gebouwen in Nederland zijn verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 30% van de CO2-uitstoot. Met kleine en grote ingrepen zijn besparingen van 30% op het energieverbruik en tot 60% aardgasverbruik mogelijk. Het gaat niet alleen om verduurzaming, er is ook financieel voordeel te halen. Er zijn echter ook een aantal uitzonderingen van toepassing. Zo zijn gebouwen waarbij het kantoor een nevenfunctie heeft en de kantoorruimte minder dan 50% uitgezonderd van de nieuwe wet. Dit geldt ook voor panden die binnen 2 jaar worden gesloopt, getransformeerd of onteigend. En monumenten, bijvoorbeeld onderhevig aan een beschermd stads- en dorpsgezicht. Wat de woon- of werksituatie ook is, Remea heeft een passende oplossing in huis om volledig mee te gaan met de energietransitie. Wij geloven niet in één oplossing. Remea is van mening dat onze energievoorziening een mix moet zijn waarin ruimte is voor verschillende energiedragers. We zijn realistisch. In onze ogen zijn er meerdere wegen die naar duurzaamheid leiden. Op die manier kunnen we aan het klimaatakkoord voldoen en werken we aan een duurzame samenleving. Elektriciteit, gasvormigen en warmtenetten helpen gezamenlijk bij de verduurzaming en dus het terugdringen van de CO2-uitstoot in Nederland. Ga voor meer informatie of vrijblijvend advies naar www.remea.nl/labelc.